zien bij Hilversum op de Rijksweg A27. Surveillanten Patrick en Jan Bart worden ingehaald door de bestuurder van een bloedsnelle Audi R8. Moet je even de gauw bijtrekken? Ja, dat vind je. Hij kan het wel. Dat is je 120, hè? Die uitlopen. 60 meter. We uitlopen, we zitten op 158. We zitten naar 120. We gaan nog steeds uitlopen. 154, 34 overschrijden. Ik stel voor dat we hem even meenemen in het 100 gebied. Hij kent heel weinig, hoor. Hij zegt aan het spelen, joh. Ja. Even gas en loopt zich weer, rijdt zich weer vast. De kant zetten? Ja, ik ben in ieder geval meer dan 30 overschrijding. Ja, daarom. Dus, Ja, dan ga ik er maar voorbij even. Doe maar. Ja, kom maar, Holland wordt wel. Heren, goedemiddag. Een Dorst en Verkeerspolitie. Heb je voor mij je rijbewijs bij je? Je valt op door je rijgedrag, jongen. Ik heb net nieuw motor in. Een nieuwe motor? Ja, ik heb een garage, hè. Nou, we hebben hem wel gehoord, ja. Ja, dus ik heb mijn computer ook mee, dus ik ben een beetje... Aan het spelen ermee? Ja, even kijken wat hij doet. Ja, ja, want het is wel een handgeschakeld of een automaat? Nee, het is een auto. Ja, we hoorden hem wel, zeg maar. Ja, met zo'n auto val je al gauw op. Ja, je hebt gelijk. Maar goed, wat je wel ziet is dat we op een gegeven moment een meting doen. Zeg maar, zit je op 154 gemiddeld in het 120-gebied. Echt waar, ja? Ja, zo snel. En dan word je opgehouden door de rest van het volk. Want anders dan vrees ik het ergste. Ja, maar je hebt het helemaal niet door, je met z'n auto. Nee, maar dat is dus het link, want je hebt wel een rijbewijs. Dus je wordt wel geacht het door te hebben. Ja, ja, voor die 154 krijg je wel een bekeuring, zeg maar. Gaat er wel een correctie in je voordeel af, maar uiteindelijk houden we nog wel even wat... Wat snelheid over. Ik zal zo eventjes kijken wat het is. Kom ik zo bij je terug. Wat kan ik noteren als de reden dat je te snel gaat? Had je het door? Nee, joh. Nee? Over het algemeen, ik rijd altijd wel netjes. Het is... Ja. Ja, ja, kijk, zo met zo'n auto, het is een prachtige auto. Ja. En dan heb je al gauw de aandacht van de politie natuurlijk ook. Dus als je, als je zo gauw die je gas gaat geven, dan... Dan kom je geheid ons een keer tegen. Ja, dat is waar. Die rijbewijs, wees er zuinig op, hè? Ja. Keuring is €262 plus 9, dus je zit op 271. Dat is jammer, zonde van je geld. Zonde van een dag werken. Maar ik zei het, je kan gebeuren, joh. Het is stom. Maar ja, goed. Misschien tot de volgende keer, maar ik denk het niet. Hè. In andere omstandigheden. Dankjewel, fijne dag, man. Hoi. Deze bestuurder neemt de zaak sportief op. De bekeuring bedraagt €262 en dat had met deze racebak ook heel wat meer kunnen zijn.